Apps programmeren. Het klinkt verleidelijk voor velen, maar waar begin je? Vanavond duiken we in de wereld van Xcode en Swift met dit Nederlandstalige boek. Je kijkt naar OMT Live. Ja, en als gast hebben wij vanavond Roelf Sluiman, programmeur, schrijver en oprichter van iOS Academy. En dus de schrijver van dit boek. Jan liet het dit al even zien. Programmeren met Swift. Hoe heb jij leren programmeren eigenlijk? Want dit boek had je nog niet. Nou, dat is wel heel lang geleden. Dat was in de tijd van de Commodore 64. En dan tikte je listings in. Er stonden in tijdschriften. 10 vraagteken. Ja, daar werd je helemaal gek van. En dan had je fout gemaakt. En kon je weer opnieuw beginnen. En als je dan je computer uitzette, was alles weg. Maar je kon toch ook met een cassettebandje dat opnemen? Als je dat had natuurlijk. Ah. Als je een cassette recorder had. Dat was natuurlijk een heftige investering. Dat was toen die tijd. Was dus jij luisterde elke week naar Hobbyscope? Ja. Nou, Hans G. Jansen. Ja. En dan nam je ook zo de programma's op. Basic code. Ja, fantastisch. Daar gaan we het niet over hebben, deze uitzending. Ramon, is er nog iets gebeurd? Ik heb het vermoeden dat er vandaag wel wat gebeurd is. De Apple zien. Rokende servers alom bij Apple, want OS X 10.10.3 is uitgebracht met de Foto's-app. En is dus iedereen zijn foto's naar de iCloud aan het uploaden. En wij hebben de beta-versie van OS X 10.10.3 al even getest met de Foto's-app. En ik moet zeggen, werkt erg goed. En nu kan iedereen dus zijn foto's naar de Foto's-app uploaden en iPhoto definitief verwijderen. Maar als je nog niet wil, hoeft het niet, want iPhoto blijft gewoon op je Mac staan. Dus als je nog even niet los kan laten of nog even niet wil proberen, dan kan het gewoon. Flinke update, 10.10.3, 2,2 gigabyte. En de server van Apple roken niet alleen van de downloads, maar ook van de mensen die hun foto's aan het uploaden zijn. Verder nog nieuw in 10.10.3, verbeterde emoji met verschillende huidskleuren. En ook die wifi-problemen waar OS X maar last van blijft hebben, zouden nu toch echt opgelost zijn volgens Apple. En natuurlijk voor de bezitters van een nieuwe MacBook 13 inch of binnenkort de 12 inch MacBook. Retina, Force Click, officieel ondersteund in 10.10.3. Dus get the update, maar eerst OMT Live of kijken natuurlijk. Naast OS X hebben we ook nog iOS 8.3. En daar zijn een heleboel mensen heel blij omdat het vanavond uitgekomen is. Want die heeft Nederlandse Siri. En daar hebben wij al uitgebreid aandacht aan besteed. En alle dingen die je Siri kunt vragen in het Nederlands, die staan ook op onemorething.nl op de voorpagina momenteel. Je kunt van allerlei dingen vragen aan Siri. En een leuke Easter egg. Paas is al geweest, maar toch eens even vragen, wat ben je aan het doen? Dan krijg je een bijzonder antwoord, kan ik je vertellen. Ook nieuw in iOS 8.3 zijn verschillende huidskleuren, emoji met verschillende huidskleuren. Nou, leuk om even te laten zien, dus we gaan even airplayen. Maar dat het nu ook in 10.10.3 zit, betekent dat je kleurtjes ook goed overkomen bij de ontvangende kant? Ja, je kunt dus inderdaad zowel op 10.10.3 als op 8.3 emoji met verschillende huidskleuren uitkiezen. Ja. En ook de emoji picker zelf is een beetje vernieuwd. Je kunt nu namelijk zonder door tapjes te gaan door al je emoji. Dat is fijn. Ik laat even zien hoe je dat dan doet. Een huidskleurtje pikken. Nou, stel ik wil deze vrouw aanpassen. Dan wil ik er een donker huidskleurtje van maken. Dus je houdt hem gewoon even ingedrukt en dan krijg je de huidskleurkeuzes. Net zoals alsof je een E met een trema wil hebben, doe je het maar dan met de emojis. En zoals je ziet, hij onthoudt dan ook jouw voorkeur voor die bepaalde emoji. Kijk. Verder nog tweestapsverificatie voor Google-accounts en andere accounts. Eindelijk native in iOS en OS X 10.10.3. En vandaag, ineens vanmiddag was het er, niemand had het zien aankomen, het media embargo voor de Apple Watch werd opgeheven. Dus hebben alle grote sites als The Verge, maar ook The Wall Street Journal en Bloomberg hun reviews gepubliceerd. En we hebben ze samengevat in één filmpje. Komt-ie. Oh boy, it's the Apple Watch. Anything that loads data from your phone takes a while to happen on a watch. Especially if you're loading location data. Yeah, Apple says don't do this, but come on. Twitter in the shower. What? No reminder to wash behind my ears? Like it feels like you very much have a computer sitting atop a band, which is not the point of a watch. Thinking about is the modern kitchen. This is another text from my wife. So now I'm not paying attention to Sonia. I'm not paying attention to my friends and family. But I'm more aware of how many people that I'm ignoring than ever before. I'm not sure that I like it. Nou,
Dat was een hele korte samenvatting van alle filmpjes die de sites gemaakt hebben. Wat is nou de algemene indruk? Ik hou het op matig positief. Het is niet dat er lyrisch gereageerd wordt en dat de Apple Watch helemaal perfect is. Maar wel wordt gezegd, dit is eigenlijk wel de beste smartwatch die we tot nu toe hebben gezien door alle websites. Positieve punten is dat ze allemaal heel erg onder de indruk zijn van hoe de Apple Watch eruit ziet. En ook de Taptic Engine die je tapjes op je pols geeft in plaats van simpelweg trilt. Die valt erg in de smaak. De accu kon in alle gevallen een dag mee, dat is positief. Maar standaard word je wel gek van alle notificaties. Die moet je namelijk zelf nog even van apps die je niet op je Apple Watch wil uitzetten in de Apple Watch app. The Verge die haalde nog wat performance issues aan. Omdat apps vanaf je iPhone gedraaid worden, moet er eerst beeld over gesigned worden via Bluetooth. Dat scheelt niet helemaal lekker te gaan. En wat ook nog een kritiekpunt was, dat het verwisselen van de bandjes niet altijd helemaal geweldig ging. Nog veel meer reviews. En wil je ze allemaal niet zelf lezen, want er zitten hele lange reviews bij op onze website onemorething.nl. Heb ik ze voor je samengevat. Vind je op de voorpagina. En ik ben benieuwd, wat zie jij in de reviews van de Apple Watch? Misschien heb je een andere vraag, misschien heb je een andere opmerking. Wil je wel of geen Apple Watch na het lezen van de reviews? Laat het weten via hashtag OMTLive op Twitter. Kom ze hier binnen. Hartstikke mooi, dankjewel Raymond. Wij gaan naar onze gast. Ons gaf Rolf Sluman van iOS Academy. Of iOS Academy, hoe zeg je het zelf? iOS Academy. iOS Academy, de derde variant ja. Was het. Wie is Rolf eigenlijk? Kun je het kort... Een ex-conservatoriumstudent. Die daarna bij CompuServe, een van de eerste internetproviders in Nederland... Welk instrument? Elektronisch orgel en piano. Ah, elektronisch. Het zit al een beetje in. Chipjes en zo. Toen bij AOL en CompuServe in Nederland aan het werk gegaan. Daarna bij Alta Vista, de voorloper van Google, een zoekmachine. En daarna de echte kant van het programmeren opgegaan. Via website development en dat soort zaken. Een hoop marketing gedaan. En uiteindelijk in het iOS-pad beland. En daar ben ik nu nog steeds. Welk jaar was dat? Dat je in het iOS-pad belandde? Of eigenlijk meer, ik moet dat beter zeggen. In welk jaar landde jij in het OS-10 land? Dat was toen Leopard uitkwam. En dat was volgens mij in 2006. Zie je, 2006? Dat is voor iOS 3. Dat is al redelijk laat, zeg maar. Ik vond ze heel mooi, al die Macs. En ik had vroeger ook een Atari ST. En dan kon je dan, zo eentje als u nog hebben staan, zo'n Mac kon je op emuleren. Voor Macintosh. Maar dat ging heel langzaam. Ja. Maar dat vond ik wel heel mooi. Maar ik had zoiets, ik moet er ook gewoon mijn werk mee kunnen doen. En ik zat helaas toen nog in een wereld waar eigenlijk gewoon Windows absoluut usance was. Dus je moest alles kunnen aanleveren in Office. Je moest schrijfjes kunnen lezen en al die dingen meer. En je moest Windows apps kunnen, ook hele aparte apps moest je, of toen nog Windows programma's moest je kunnen draaien. Dus dat was lastig. En ik heb echt gewacht tot Leopard uitkwam. Want toen wist ik, nu kan ik echt de stap maken. Nu heb ik een operating system dat me in staat stelt om via bootcamp gewoon vrij makkelijk te switchen. En ik heb uiteindelijk eigenlijk bootcamp nooit gebruikt. Die zie je heel vaak, hè? Ik ben nog even heel stiekem terug naar Alta Vista. Ja. Was dat in de periode dat Google opkwam en Alta Vista... Ja. Ja, dat nou, was neerging. Ja, absoluut. En inmiddels mag ik het zeggen, want de geheimhoudingsclausule is nu verlopen. Ja, precies. Okay. Waar ging het mis? Wat misging was bij de focus van Alta Vista. Die lag niet langer op zoeken. Maar Alta Vista zei van, we zijn nu de leidende zoekmachine. Ja? En nu willen wij graag ook andere dingen doen. We gaan portals bouwen met de wereld aan allerlei mogelijkheden. En de focus op search, dus op zoeken, ging weg. Ja. En toen kwam Google. En daar werd binnen Alta Vista, en dat mag ik dus nu zeggen, omdat geheimhoudingsverhaal hier voorbij is. Werd een beetje lacherig over gedaan. Want die jongens die zaten met Windows NT servers die ze bij Dell kochten, zaten ze een searchmachine te bouwen. Nou, dat kon er nooit wat worden natuurlijk. Overmoed speelde daar een rol. En het is bijna altijd zo dat de tweede in een nieuw iets, de tweede wint. En dat gebeurde hier ook. Alta Vista was, ik denk binnen een paar maanden was het gewoon van de virtuele aardbodem verdwenen. En werd ingehaald door Google. Net zoals Netscape. Ja. Er is ook zo'n roemloos einde gekend natuurlijk. Ja, en hetzelfde verhaal als dan Microsoft opeens een goede nummer 2, 2,5 misschien, neerzet. En het gratis weg gaat geven en het integreert. Dan is het klaar, precies. Ja. De iOS Academy, dat is iets wat jij bent gestart. Ja. Is dat een lokaal met stoeltjes en tafels? Nee, ik krijg wel eens een vraag van mensen die bellen op en zeggen van, maar waar zit je dan? Ja. En zeggen, het zit gewoon in een computer. Nee, het is een website. Het is begonnen ook als een website met...
Eén video die op YouTube stond, een promotievideo, om te laten zien hoe makkelijk het eigenlijk was, toen nog wat moeilijker dan nu trouwens met Swift, maar om een app te bouwen. Ik ben met de iOS Academie in 2013 begonnen, in november 2013. Okay. En ik, toen heb ik een YouTube video neergezet en een heel eenvoudige landingspagina en een e-book dat mensen gratis kregen als ze hun naam en e-mailadres achterlieten. Okay. En daar heb ik toen een enorm aantal inschrijvingen op gekregen, 13 stuks. En het leuke is, van die 13 zijn 6 mensen nog steeds heel actief op de iOS Academie tot de dag van vandaag. Kijk. Zo is het begonnen. En waar doen die mensen? Die zijn nog steeds aan het leren? Ja, nee, die mensen, ze leren nog steeds. Ze zijn veel op het forum. Er is een forum op de iOS Academie waarbij mensen worden geholpen die het nu op dit moment aan het leren zijn. En veel van de mensen die al in 2013 zijn ingestapt, die helpen anderen. Dat is heel erg actief daar, die community, die gemeenschap van mensen die dus andere mensen precies helpen. Precies, dat ene forum bij ons wat over programmeren gaat, dat volging het. Natuurlijk. Dat sinds bij jou is dat wat uitgebreider en diepgaander. Ja, maar gaat alleen in tegenstelling tot bij One More Thing, waar het over alles gaat. Ja. Het gaat bij de iOS Academie eigenlijk echt alleen maar over programmeren en over Swift en over Objective-C. En niet over al die andere dingen. Ja. Wat maakt programmeren nou zo tof? Wat is het? Het lijkt wel heel populair te zijn. Ja. Want Obama is aan het promoten. Ja. Programmeren is het nieuwe. Wat maakt het zo tof? Ja, nieuwe grammatica Nederlands, zeg maar. Het hangt er denk ik vanaf wie je het vraagt. De meeste mensen aan wie ik het vraag, die dus bij ons zitten of bij de iOS Academie zitten en uiteindelijk hun apps af hebben, die zeggen nou, het programmeren is heel leuk, je leert er heel van. Het is heel uitdagend, je moet echt structureel en analytisch denken, dat heeft wat. Leuk om dat te leren, ook als je van jezelf denkt dat je dat niet kunt leren. Maar uiteindelijk, voor de meeste cursisten is de kick toch wel, dat ze beginnen vaak met 0,0 kennis op het gebied van programmeren en dus ook 0,0 ervaring. En dan binnen een paar maanden tijd hun eerste app in de App Store hebben staan. Ja. Dan zeggen ze van, dat had ik echt nooit verwacht. Ja, dat is natuurlijk de kick, uiteindelijk het doel. Jan, jij hebt ooit al eerder ook in de uitzending gehad over jou. Je hebt een keer undercover gegaan bij een... Bij de Big Nerd Ranch. De Big Nerd Ranch. Ja, heb jij een week lang ondergedoken gezeten en alles opgezogen als een spons. Ja. Ik ben ooit verder gekomen dan Xcode openen en kijken hoe het eruit zag. Maar ik was toen al onmoedigd. Toen was je uit het veld geslagen. Dus, dat zit hier aan tafel. Maar wat voor type mensen komen nou bij de iOS? Zijn het echt mensen die, als alpha mensen zoals ik, die echt veel programmeer wel. Kennis veel hebben? Veel wel, ja. We kijken niet... Word lid en we helpen je. de meeste mensen die op de iOS, die lid worden van de iOS Academie, die worden lid omdat ze... iets willen gaan doen in de toekomst met apps bouwen. Of ze hebben al een interesse in programmeren, dat is ook een bepaalde groep. Mm-hmm. Maar heel veel mensen hebben zoiets van, ik heb een baan of niet. Ik ben zelfstandig en ik ben op zoek naar uitbreiding van mijn werkzaamheden. En dit is in, appsbouwers of appbouwers zijn veel gevraagd. Dat wil ik ook gaan doen, dat wil ik ook leren. Hoe leer ik dat dan? Dus de instekers, en er zijn ook veel mensen zijn gewoon hobbyist. Ik heb heel veel studenten, jongere mensen ook, van 14, maar ook mensen van iemand 74. En die bouwden ook apps. Dus het is een hobbyisten gedeelte. Een gedeelte van mensen die zeggen van, ik kan al programmeren, maar ik wil nu dit gaan leren. Want dit is interessant zakelijk gezien. En een groep mensen die het graag zou willen leren vanuit een bepaalde interesse. Ook mensen die het samen met hun kinderen gaan doen. Met een vriendin of met een vriend samen dit gaan leren. Het is heel divers. Dus het is niet alleen voor nerds. Hoeveel tijd moet je nou insteken? Wil dat een beetje dat is een lastige. Beklijven? Is het iets wat je laat... Ik heb het gevraagd aan een paar mensen. Kun je schalen? Kun je een hobby doen? Een hobby van 10 uur in de week, dat red ik. Maar red je het met 10 uur in de week? Ja, dat wel. Zelf had ik een aantal mensen... Er zijn een aantal misverstanden, noem ik ze altijd, over programmeren en het maken van apps. En een van die misverstanden is van, het kost zeeën van tijd. Je bent gewoon je leven kwijt en je vrienden kennen je niet meer. Je zit alleen maar op zolder. Ja, je wordt dunner, want je eet niet meer. En alleen maar pizza's en zo. Ja, bleek omdat je nooit meer buiten komt. Ja, precies. Ja. Maar dat blijkt in de praktijk mee te vallen. De mensen die bij ons het meest succesvol zijn, dat zijn dan de mensen die apps bouwen, dus daadwerkelijk ook het hebben geleerd. Die zijn er zo'n, 2-3 avonden per week. 2-3 uurtjes mee bezig. En in het weekend ook nog een paar uurtjes. En ik zeg altijd, als je de methodiek van de iOS Academie volgt. En je besteedt daar tussen de 6 en de 10 uur tijd aan. Maar dan moet je er ook wel echt
op een goede manier doen, dat je niet afgeleid wordt door de wereld aan andere dingen die je nog kunt doen, dan heb je binnen 2 à 3 maanden, laten we zeggen met een uitlopen naar 4 maanden, heb je dit gewoon door. Dan kun je aan het werk als junior developer bij een club. Ik heb dus die cursus bij de Big Nerd Range gevolgd. Ja. En dan werk je allemaal, nou, je typt weet ik hoeveel regels code. Mm-hmm. En dan zit je thuis en dan open je Xcode en dan heb je zo'n leeg project voor je neus. Dan ben je alles kwijt. En dan denk je van, wat nu? Begon ik nou ook weer bij de H-file of bij de M-file? Ja. Ga dan maar eens kijken waar je moet zoeken überhaupt. Dat is dan wel lastig. Ja. Nou las ik dat jij datzelfde hebt ervaren. Ja, absoluut. Ja. Maar dat het bij jou de tweede keer opeens wel lukt. De derde keer pas. Ja, ik heb, Wat is nou de truc die jij hebt toegepast, die als ik hem toepas, dat ik ook in één keer kan programmeren? Nou, wat ik niet goed deed, en ik... Ja, of niet goed. Het kost een heel hoop tijd en het leverde niets op. En ik hoor dit vaker, ook tijdens webinars die we organiseren, zeggen veel mensen dit. Ik begon, net zoals jij, ik ging dan niet undercover, mm-hmm. maar ik kocht een boek. Mm-hmm. En ik dacht van, nou, ik ga dit gewoon doorlezen. Want ik denk dat het in 2011, het was tijdens de Worldwide Developers Conference. En ik keek naar een podcast, volgens mij was het van One More Thing. Over de Worldwide Developers Conference. Ja. En ik zag dat zo en ik denk, dit wil ik ook leren. Ik kon al programmeren, ik bouwde al websites. Ik denk, nou, dit moet ik ook kunnen. Hè. Een mooie ontwikkelomgeving, Xcode, spannend, iets nieuws. Een app in je broekzak hebben is toch fantastisch. Dat ga ik leren. Nou, toen heb ik dus een boek gekocht, nog meer boeken gekocht. En na een paar weken gaf ik het echt op. En ik had echt zoiets, nou, of ik ben hier te oud voor, of het is gewoon te complex voor mij. Ik snap dit gewoon niet, of ik kan al te veel. Vaak de remmende voorsprong. Mm-hmm. Dus toen heb ik het laten lopen. Heb ik mijn developers account gewoon aangehouden, want dat is een jaaraccount. Ze zijn heel slim met Apple, vooruit betalen. Ja. Een jaar later was er weer WWDC en dacht ik, probeer het weer. Want ik werd weer enthousiast door alle mogelijkheden die er toen waren. En toen werd iOS 6 gelanceerd. Ik denk van, oh, cool, het kan nog veel meer. Nu ga ik het leren. En toen heb ik hetzelfde gedaan. En daar was je, het zat Arc in, toch? iOS 6. Ja, dus het Arc in. Geen garbage collection meer. Je hoefde heel veel dingen... Helemaal maar voor de mensen die het nog niet eerder hebben gedaan, dat was een revolutie. Want opeens hoefde je heel veel boekhouding niet meer zelf te doen. Okay. Heel veel boekhouding werd voor je weggenomen. Ja. Oh, denk, nou, nu kan ik het eindelijk ook. Nou, toen heb ik het maar liefst 3 weken volgehouden en heb ik het weer gefrustreerd op gegeven. En nu kom ik bij het antwoord op de vraag, maar om even aan te geven hoe dit gebeurt heel veel mensen. Dus heel veel mensen op de iOS Academie kennen dit verhaal en herkennen zich in dit verhaal. Maar het jaar daarna, in 2013, toen dacht ik, ga nog 1 keer proberen en ik ga het nu iets anders doen dan de vorige keer. Niet alleen heb ik al die boeken er weer bij gepakt en nog nieuwe boeken aangeschaft, want immers iOS 7 was uit. Toen heb ik ook videoseminars gevolgd, onder andere van Stanford, de cursus van Paul Hegarty, die CS193P heet dat. En die wordt door Paul Hegarty gegeven en die wordt ook regelmatig geparodieerd bij jullie op het forum. Dat staat op iTunes U, geloof ik ook. Hè? En iemand zegt na elke 2 zinnen, zegt hij, oké. Daar wees iemand nog One More Thing op en dat zegt hij inderdaad. Maar hij legt het wel heel goed uit, mits je al kunt programmeren. Ja. En toen ik dat gedaan heb, ik heb nog veel meer van dat soort cursussen gevolgd. Maar veel meer cursussen waarin je dus voorbeelden zag. En toen opeens dacht ik van, wacht even. Als je nou dit en dit leert. In 4 stappen eigenlijk. En precies in de juiste volgorde. Dan leer je dit. Dan is het te doen. Dan maar dat was nog geen Swift in die tijd? Nee, het was gewoon Objective-C. En toen ik dat eenmaal door had, dacht ik van, ga ik proberen. Dat heb ik een paar weken later had ik mijn eerste app af. Ook in de App Store werd meteen goedgekeurd. En kijk, zo werkt dat spelletje. Toen kwamen de eerste opdrachten binnen. En toen lukte het dus. Ja. En toen dacht ik een paar maanden later, in november 2013, van wacht eens even, als ik er zo mee geworsteld heb, kan het niet anders, dan zijn er meer mensen die dit probleem hebben. En daar ben ik met de iOS Academy begonnen. Maar dit boek gaat over Swift en dat is net uit. Maar wat ik begrijp is dat jij pas eigenlijk in 2012, 2013 echt intensief met Xcode aan de slag bent gegaan. Ja, klopt. En 2 jaar later ligt dit boek er over Swift. Ja, dat nog geen jaar uit is. Ja, Swift is nog niet eens half. Rolf heeft meer dan 10 jaar. Ben je een snelle leerling? Of, Nee, ik heb al heel veel boeken geschreven al. Dus ik wist al een beetje hoe je boek tikte. Dat is niet zo moeilijk. Moet zetten. Alleen als je eenmaal de juiste stappen zet en weet wat die stappen zijn, dan, ik wil niet zeggen, dan is het makkelijk. Want je moet natuurlijk, als het makkelijk zou zijn, dan zouden er nu 100.000 app developers rondlopen in Nederland. Dat is niet zo. Maar dan is het makkelijk te leren. Dan is het overzichtelijk en gestructureerd. Dus toen ik eenmaal doorhad hoe de methodiek werkte en ik Objective-C snapte, toen was ik eigenlijk best wel een beetje teleurgesteld dat Apple met Swift kwam. Want in juni werd het aangekondigd, bijna een jaar geleden. Zul je opnieuw beginnen? Nou ja, ik had zoiets, waarom? Objective-C is wel heel mooi. Maar ik snapte Apple wel op zich. Want ja, natuurlijk, het is vrij makkelijk om een app die in Objective-C schrijft, min of meer te laten imploderen. Dat de gebruikers van je app, zonder dat bij een test naar voren is gekomen, opeens weer naar het homescherm terugschieten. En waar zit dat? Komt dan omdat het een soort gelaagd verhaal is sinds C++? Zonder al technisch te willen worden.
Objective-C is een laag bovenop C. C is best, het is een ontzettend eenvoudige programmeertaal. Nauwelijks commando's, nauwelijks gereserveerde woorden. Maar het is wel een taal die heel dicht op het systeem zit, om het zo te zeggen. En het betekent ook heel makkelijk is om, heel makkelijk is om crashes te veroorzaken. Ja. En een beetje zichzelf respecterende Objective-C-programmeur, die kan probleemloos een app schrijven die goed crasht. Dat is niet moeilijk. En bij Swift is dat veel minder. Dus ik snap het wel, maar het is, het was toch weer een hele omschakeling. Ja. We gaan straks uitgebreid over Swift praten, wat daar nou zo geweldig aan is. Maar we gaan eerst een aantal apps bespreken. Ja, en ik heb een app. En ik heb een app uit de categorie Flappy Bird. Oh jee. En Crossy Road. Eigenlijk, dit is wat er gebeurt als je Flappy Bird en Crossy Road het met elkaar gaan doen. Dan krijg je namelijk Snow Roll. Het is dus vet neurotisch. Totaal zinloos. Is het 8-bit? Dat gaan we nu zien. Het beginschermpje is mooier. Waarschijnlijk kom ik inmiddels binnen op de... Ja, kijk. Snow Roll heet het. Snow Roll heet het. Er zit ook een heel vervelend muziekje bij. Zoals je hoort. Dat is absoluut 8-bit. Heel maar. En vervolgens... Hop, moet ik... Zie je? Elke keer dat ik tik, verander ik van beeld. Dit is inderdaad... En ik moet dus niet tegen die bomen aankomen. Moet die muntjes verzamelen. Gaat wel. Oh, boom. En als dit gebeurt, dan begin ik uiteraard net zoals bij Flappy Bird helemaal opnieuw. Ja. En ik krijg een free gift in 2,2 minuten. Weet je, dus dit is typisch, dat is dan Crossy Road. En dan kun je van die gifts kun je dan nieuwe sneeuwballen kopen en allerlei andere onzin. Nou, klinkt weer heel erg verslavend. Gratis voor niets. En voor 99 cent koop je de advertenties af. Ja. Hey Rolf, dit is natuurlijk wel met die populariteit van al die nieuwe simpele games. Is natuurlijk wel heerlijk voor jullie nieuwe programmeurs. Want eindelijk slaat dit. Ja, die spelletjes zijn makkelijker te maken dan zo'n 3D-heftige. Ja. Het was apart dat ik dat zeg. Want ik had mijn eerste video op YouTube staan. Een video waarin ik mensen probeerde te overtuigen dat ze naar de OS Academie moesten komen. En een van de eerste comments op die video was: van, kun je ook een Flappy Bird video maken? Toen zei je ja, natuurlijk. Laten we dat nou eens niet doen. Want dat doen al zoveel mensen. Maar ja, heel veel mensen voelen zich hierdoor aangesproken. Ik heb wel, ik heb het onderzocht. Ik heb op de iOS Academie gevraagd wat mensen nou eigenlijk voor een doel hebben als het gaat om het bouwen van apps. En dan zegt maar 20% games. Ja. Verreweg de meeste mensen willen educatieve apps maken. Oké. Dus dat valt jouw game ook een beetje onder. Misschien. Ja. Nou, heel educatief. Ja, nou, heel educatief is niet. Het timing, dat leer je misschien wel. Jij hebt ook wat. Ik heb ook een app en het is geen nieuwe app, maar ik heb hem herontdekt deze week. En het is de app die heet Plane Finder. En je kent hem al, dat is gewoon het bekende kaartje. En dan zie je live waar alle vliegtuigen boven ons land. En boven heel Europa zelfs. En dan is het één grote drukke bende. Dat dan toch maar zo weinig misgaat, hè? Ja, het valt mee, hè? Ja. Maar ik heb nu de Pro-versie gekocht en die kan veel meer. Dus kijk, je kunt op een vliegtuig klikken en dan zie je waar die vandaan komt. Je ziet wat voor vliegtuig het is. De vlucht die maakt, bijvoorbeeld deze, die vliegt nou over Texel. Mm-hmm. Je ziet ook, zeg maar, de snelheid. De passagierslijst? Nee, dat nog net niet. Dat zou op zich wel handig zijn in deze tijd. Ja. Maar wat ik nu ook ontdekt heb, is je kunt... Ik dacht, ik wil alle A380's eens in beeld krijgen. Oh, en dat kan. Aardig. Want dan ga je naar de filterknop en dan kun je uit alle vliegtuigen kiezen. Of alle airlines. Of alle airlines. Of ik wil alle vliegtuigen tussen de 1 en de 2 kilometer. Alle vliegtuigen boven de 1000 kilometer per uur. En nu zie ik dus alle A380's. Nou, je ziet in Londen zitten er een aantal... Eentje. Maar ook thuisbasis. Ja, alles kijk, vliegt alles gaat daar naartoe. Precies. Ja. Allemaal Emirates. De Emiraten, die hebben hier een hele wachtrij van A380's. Ja. En wat ook leuk is, en dat zie je hier. Ja, ik heb geluk. Je ziet dat ze ook rondjes moeten vliegen, omdat ze niet kunnen landen. Oh god. Dus dan gaan ze hele mooie patroontjes. En alleen dat is al verslavend om te zoeken naar dat soort... naar de waiting patterns. Waiting. Zo heet dat. Hoe heet dat? De waiting pattern nou, van Amerika. Koen fluistert nu in mijn oor, want zo is hij. Dat er ook een soort waiting pattern is. Ja? Dus de koers voordat je iemand kon landen. Precies. En steeds wachten. In de vorm van een vallensymbool, zeg maar. Oké. Okay. Dat weten de mensen thuis dan ook. Dank je, Koen, voor je inbreng. Ja. En die is nog steeds te zien ook, begrijp ik daaruit. Ik weet niet waar die is, maar we gaan hem op. Interessant. Nou goed, je ziet dus hier aan dat die A380 met name vliegt tussen wat is het? Dubai, Londen en San Francisco. Precies. Maar de app is gratis? Ook, de app is gratis, maar dan kun je alleen de vliegtuigen zien. Ja? Als je de Pro-versie koopt voor €3, dan kun je echt alles zien.
Krijg je die vallensymbolen erbij. Kun je op filteren. Ja, precies. Lijkt op zich wel mooi als sportpiloot om te gaan sporten leuke vormpjes maken. Wat ook mooi is, je kunt terug in de tijd. Dus je kunt een datum kiezen, datum instellen. Ja, en dan zie je alle vliegtuigen van dat moment. En in dit geval de A380's van dat moment. Ja. Dan kun je ook sneller door de lucht laten vliegen. En zo kun je dus alle vluchten traceren. Zo kun je ook de German Wings nog eventjes herbeleven. Ik zal het niet laten zien, maar dan zie je inderdaad dat die op een gegeven moment stopt. En je ziet ook dat de snelheid, of de hoogte is op een gegeven moment nul. Ja. Maar de snelheid is nog 750 km per uur. Dat klopt. Dus dat klopt. Ja. Nee. Maar het is een mooie app, informatief. €3 voor de betere, hoe noem je dat? Planofiel? Planofiel. Ik vind dat vliegtuigen. Mooi. Ja. Dan mag jij er van de Airplay af. Dan mag jij op de Airplay. Okay. Want Rolf heeft ook een app. En welke app is dat die jij wil laten zien? Nou, ik ben een enthousiaste Spotify gebruiker. En ook Netflix natuurlijk. Zoals heel veel mensen. Waarschijnlijk ook mensen die naar dit programma kijken. Maar er is ook zoiets voor boeken. Ik zeg er meteen bij. Het nadeel is dat het alleen in het Engels is. Er is nog geen Nederlandstalige versie van. Dat is vrij lastig ook als je kijkt naar de manier waarop de Nederlandse boekenwet in elkaar zit en wordt uitgevoerd. Maar in het Amerikaans bestaat er wel zoiets. Het heet Script. Ik weet niet of het te zien is op dit moment. Ja. Script en een D. En het kost $9 per maand. Dus het valt op zich al mee. Al die dingen zijn. Al die dingen kosten ongeveer zoiets. Ja, dus precies. Het is al wat die prijs waar je over praat. Als je een beetje googelt, dan kun je trouwens een startabonnement nemen van 3 maanden voor niks. Dan kun je er rustig aan wennen, anders krijg je een maand gratis. Maar een beetje googlen vind je een vouchercode of een couponcode dat je 3 maanden of niks kunt gebruiken. En daar zit dus gewoon een boek in. Gewone boeken, dus e-books, maar ook audioboeken. En die app die synchroniseert natuurlijk probleemloos met je iPad, want daar is hij ook op en hij is ook voor de computer, voor je Mac. Hij is ook voor dat andere operating system wat we even niet zullen noemen omdat het Android heet. En daar is het allemaal, dat is allemaal gesynchroniseerd. Precies. En er staan echt 10.000 titels op, je kunt ze downloaden, je hoeft niet online te zijn om ze te kunnen lezen. Is het wel legaal? Ja, het is volledig legaal. 100% legaal. Het is geen BitTorrent-achtige toestand. Maar vinden we jouw boek binnenkort ook op... Nee, dat is Nederlandstalig. Mijn boek is natuurlijk wel... Dit boek, de printversie ervan, is ook als e-book te bekijken overigens op de website van mijn uitgever. Maar dit is puur Engelstalig Amerikaans. Ik ben er helemaal gek op. Ik lees ongeveer een boek per week ongeveer. En zeker in mijn vakgebied natuurlijk ook een hoop. Maar kun je eens laten zien hoe het werkt? Ja, het is super simpel. Je ziet het hier al voor je. Deze ben ik op dit moment... lezen. Ik zie trouwens dat mensen die alle mensen zitten nu natuurlijk via WhatsApp allemaal leuke dingen te sturen nu. Ja, even kijken hoor, of hij opent. Kijk, dit is trouwens een audioboek die je nu ziet. Je hoort natuurlijk drie keer niks. Maar dit is een boek gaat over focus. Die ben ik overigens niet, die iPhone die nu afgaat. Nee, dat is de techniek die heeft de telefoon niet uitgezet. Ik was bezig met SEO en de grappige is, dan vind je dus de laatste versie van Search Engine Optimization for Dummies, vind je er ook gewoon. Kijk, dat zijn typisch van de boeken, die lees je één keer en dan zet je ze verder in de kast. Hoe kan het dat je dit boek kunt kopen voor geld, maar dat je hem hier gratis kunt lezen? Nee, ik betaal $9 per maand. Oh, je betaalt $9 per maand? Ja, het is niet gratis. Het is alleen Spotify, het is echt Spotify-achtig. Kijk, dit is, en je krijgt het zo te zien. Je ziet de afbeeldingen erbij. Dit is op een iPhone, maar je krijgt op een iPad dus gewoon bijna als iTunes. Dat is één nadeel, maar dat kan ook aan mij liggen dat ik me daar weer aan erger. Misschien is dat te zien op het scherm. Het schokt een beetje. Ja, precies. Het is niet zo... Als je iBooks gewend bent, dat gaat mooi, hè. Dat is dus niet zo. Dat is jammer. Maar ja, als je daar doorheen kunt lezen, om het zo maar te zeggen. Script. Wie weet dat dat nog gaat komen. Script, de app is gratis. Script en een D. Maar en de eerste maand is ook gratis trouwens. Okay. Dus als je heel hard leest in de maand, dan heb je misschien wel uitgelezen. Wij gaan weer even terug naar de redactie. Terwijl de techniek even stopt met geit in mijn oortje. Anders doe ik mijn oortje uit. Zeker, ik hoor sorry in mijn oor. Dat is toch weer mooi dan. Een groot dreigement kunnen we niet maken. Precies. Wij gaan over naar Raymond op de redactie. Raymond, heb je nog meer nieuws? Bandgate? Ja. Jazeker. Grote hype bij de iPhone 6 Plus zouden buigen. Maar ook de Koreaanse nieuwste gadget, de Samsung Galaxy S6 Edge. Ik moest even goed over nadenken. Edge is met dat schermpje wat afgeronde ombuigt. Hoekje inderdaad. Ja? Die is niet aan bandgate ontkomen. De Galaxy is ook door een bandgate test gegaan. Wat blijkt, hij buigt net zo snel als de iPhone 6 Plus. Namelijk onder een druk van 50 kilo. Groot verschil is echter dat de iPhone blijft werken. Maar omdat het scherm van de Samsung is afgerond, krakt dat al meteen onder die druk. Terwijl de iPhone alleen een beetje verbuigt. Nou, dat is getest en daar hebben we een filmpje van. First up, the iPhone 6 Plus. The phone that caused bendgate bent under 110 pounds of pressure and reached its breaking point, catastrophic failure,
at £179. Next up, the HTC One M9. The new HTC bent at £120. That's also when it broke, because the power button is located at the phone's center, at the breaking point. Once it bent, we could no longer turn it on or off. And finally, we put the new Galaxy S6 Edge to the test. Just like the iPhone 6 Plus, it bent at £110. But unlike the iPhone, its glass edge cracked under pressure. Dat is wel zuur. De feature van de telefoon is een Achilleshiel. Ja, inderdaad. Het blijkt toch terug te komen. Ja. En ook de nieuwe HTC One M9 die wordt dus al na een paar kilo meer dan de iPhone onbruikbaar. Dus ja, de iPhone is dan ook misschien bandgate gevoelig, maar hij blijft in ieder geval werken. Ja, precies. Nou, en wat leren we hiervan? Grote telefoons, niet van plastic zijn, ja, die buigen nou eenmaal. Ja. Dus ja, dat is het zo. Over van de iPhone naar de Apple Watch. Want de reserveringen gaan bijna open. Overmorgen, aanstaande vrijdag, 10 april, is het zover. Dan kunnen inwoners van Duitsland, Frankrijk, de US en de UK de Apple Watch gaan reserveren. En daar krijgen we een heleboel vragen over. Ik denk, ik behandel het nog even. Wij Nederlanders komen waarschijnlijk niet aan de beurt, helaas, op 10 april. Bij de iPhone kon je nog wel eens via een achterdeurtje in het reserveringssysteem in Duitsland een iPhone bemachtigen. Maar Apple heeft het echt behoorlijk dicht getimmerd nu. Het reserveringssysteem heb je waarschijnlijk om je reservering online te doen een ID-kaart uit Duitsland of Frankrijk voor nodig als je daar koopt. En een lokaal telefoonnummer is wat wij uit de eerste berichten hebben op kunnen maken. En Apple heeft ook bekendgemaakt dat ze het liefst gewoon hebben dat iedereen gaat reserveren in plaats van in rijen voor de Apple Store te gaan staan. Want dat zou alleen maar leiden tot teleurstellingen en frustraties. Hebben ze liever niet. Wat jammer. En ja, in Nederland moeten we dus nog een kleine 2 weken wachten, denk ik. Maar kunnen in ieder geval wel vrijdag kunnen we wel de MacBook 12 inch kopen, hè? Ja, dat wel. Want die is gewoon in de Apple Store in een aantal premium resellers komt die te koop vanaf vrijdag de 10e. De mooie gouden. Ga jij voor de gouden, Jan David, of toch voor? Nee, ik ga voor de donkere. De Slate Gray. Ja, Space Gray. Maar jouw laptop doet het toch weer, ja, ouwe. Die bleek toch helemaal niet kapot te zijn? Ja, die is magisch. Heeft een wederopstanding meegemaakt bij het repair center. En toch ga ik een 12 inch kopen. Oké, heel goed. Dat is de houding, Jan. Ja, precies, precies. Nou, de review van Jan David een week met de 12 inch MacBook kunnen we dus tegemoet zien. Ja. Ik ga het nog hebben over een ander toekomstig product, namelijk de iPhone 6S. Zijn we er al aan toe? Nou, nog niet, maar er zijn wel een heleboel geruchten over de afgelopen tijd. Onder andere dat hij een A9 chip zou hebben die op 14 nanometer geproduceerd wordt. En dat wil eigenlijk zeggen dat hij sneller en zuiniger wordt, zoals iedere nieuwe iPhone dat eigenlijk wel is. Nou, bandgate gevoelig zal die ook weer wel zijn. Hij zou ook Force Touch krijgen, maar dan alleen de iPhone 6S Plus zou Force Touch krijgen. Dus het scherm wat je met je vinger harder in kunt drukken, wat een andere functie krijgt. Is het nou een 4 inch of een, wordt het een 4,7 inch? Nou ja, de 6S wordt waarschijnlijk weer gewoon een 4,7 inch, maar kom zo even op de 4 inch, want die blijkt ook nog niet helemaal dood. Verder nog een upgrade van het interne werkgeheugen zit er volgens de geruchten aan te komen in de iPhone 6S, 2 gigabyte. Nog steeds een 8 megapixel camera, maar misschien wel een OLED scherm. Dat zit ook in de Apple Watch, waardoor het zwart heel mooi zwart is. En ja, voor de liefhebber van de 4 inch iPhone, ik reken mezelf er ook nog maar even onder met mijn 5S, die ik toch wel fijn in de hand vind liggen. Zal er ook, heeft Koen overbericht, een nieuwe iPhone 6C aankomen. Maar die krijgt dan wel de ingewanden van de 5S, is het gerucht. Er zijn al foto's uitgelekt. Als het goed is, zien we ze nu in beeld. Ja. Van de iPhone 6C. Nou, wat valt je op? Dat bij de camera van de nieuwe behuizing er 2 flitsers onder elkaar passen. Net zoals bij de iPhone 5S het geval is. Dus waarschijnlijk 5S ingewanden in de 6C. En ook de speaker grill, die is net als bij de 5S, is die aangepast. Nou, fantastisch. Wat het gaat betekenen qua Touch ID en NFC is nog niet bekend. Maar ik verwacht wel dat Apple dat in gaat bouwen in de nieuwe iPhone. Om gewoon een volledige Touch ID line-up te hebben. En volledig NFC. Kijken we nog even naar Twitter. Feedback op de iOS 8.3 update. Dennis zegt, de problemen met Safari zijn nog steeds niet verholpen naar iOS 8.3 op de iPhone 6 Plus. Ik weet niet over welke die problemen die het heeft. Maar zijn altijd problemen met Safari. De problemen met Safari zijn nog steeds. Steven kijkt door vele pixels heen. Steven, vooral blijven kijken. Volgende week is het beter. En Rutger, onze eigen Furtje, ja? Die is niet zo blij met de nieuwe emoji. Die moet er van huilen. En heeft een filmpje erover gemaakt. Verder nog op Twitter laat Jasser weten dat Siri in iOS 8.3 ook prima overweg kan met Vlaams.
Nou, okay. Ja, dat is op zich een positief nieuws voor de Belgen onder ons. Precies, dus ja. Je kunt ook lekker tegen de Nederlandse Siri in het Vlaams praten. Gaat allemaal prima. Heb je zelf een suggestie, een vraag over Xcode of over andere programmeerzaken of gewoon over iets anders? Hashtag OMTLive op Twitter, komt die bij mij binnen. Dankjewel, Raymond. Wij gaan terug naar onze gast Rolf. Maar we beginnen voordat ik jou vraag, even met een filmpje. Koen of Jasper, start er maar in. Central to Xcode. Is the language we use to develop our apps, Objective-C. Now, Objective-C has served us so well for 20 years. We absolutely love it. But we had to ask ourselves the question, what would it be like if we had Objective-C without the baggage of C? We did more than think about it. We have a new programming language. The language is called Swift and it totally rules. Wat ging er door jou heen bij dit hoorde? Het is voor de eerste keer dat ik het zie, overigens sinds de keer dat ik het live zag. Ik dacht, wow. En niet alleen het feit dat dat zomaar weer gebeurt. Dat Apple weer met iets komt waar niemand op had gerekend, want het was totaal niet gelekt. Als je niet uit China komt, dan is de kans op lekken een stuk minder groot. Dat is waar. Het was ook meteen beschikbaar voor ons. Mensen die een developers license hadden, konden het... Nee, iedereen. Ook mensen zonder developers license. Iedereen kon het downloaden. Het was meteen beschikbaar. Er was meteen een boek bij dat Apple had gemaakt. Swift Guide van 500 pagina's. Ik had zoiets, het is ongelooflijk. En toen ging het mee. Had je iets van, god, heb ik hier al die tijd voor gestoken om Objective-C te leren? En dan flikt Apple met dit. Nou, het aparte was dat ik... Ik was natuurlijk gewend aan Objective-C, zoals alle app developers die op iOS en voor OS X apps maken. En als je eenmaal gewend bent aan Objective-C en alle quirks en alles en aan alle ballast, zoals dat net zo mooi gezegd werd, dan is het een hele mooie taal. Het is een hele mooie laag bovenop C. Het is heel elegant. De manier waarop messaging werkt is gewoon heel mooi. Op een gegeven moment heeft het iets. Bepaalde talen hebben dat. Objective-C heeft dat. Geen wonder. Het is messaging ook is hoe berichtjes worden gestuurd van verschillende functies naar verschillende functies. Ja, toch? Van blokjes naar blokjes. Ja. Van een button naar bijvoorbeeld het scherm. Of van een swipe is bijvoorbeeld een message. Dat kunnen allemaal messages zijn. Okay. De manier waarop dat soort berichten binnen het systeem werden verstuurd was heel elegant. Heel mooi. Dus ik vond het jammer dat dat weg is. Kwam ook bij. Ik was natuurlijk druk bezig toen al met de iOS Academie. En er waren al heel veel video's. En er waren oorspronkelijk 10 stappen in de iOS Academie. Waarbij een van de stappen was C leren. Want voordat je met Objective-C in de gang kunt, moet je eerst C spreken. Ja, want het gaat mij allemaal weer nu al langs me heen. Maar want hij had het over Objective en Objective-C en daar wilden ze van af. Ja, is Objective, wat is C? Oké, de basistaal waarmee je vroeger voor OS X of voor iOS apps bouwde, was Objective-C. Maar Objective-C zelf is niet echt een taal. Het is meer een laagje wat er overheen ligt, een soort sausje, op een andere taal en die heet C. En C is een bekende taal uit begin jaren 80. En die taal is met Objective-C samen een heel mooi bouwstuk om apps te kunnen maken. Maar je moet wel C spreken. En C is, ik zei dat net al even, hoewel het een heel eenvoudige taal is qua structuur, er zijn wel heel weinig woorden, is het een heel best een complexe taal, omdat je heel dicht aan zit tegen het hele systeem zelf. Dus het is vrij makkelijk om daar bugs in te maken die nogal vervelende effecten hebben. Ja. Objective-C maakt het vervolgens geschikt om, zoals dat dan weer zo mooi heet, met objecten te kunnen werken, objectgeoriënteerd te kunnen werken, zonder al te technisch te kunnen worden. Er bestaan eigenlijk twee manieren van programmeren. Functioneel programmeren wordt ook wel soms recht toe recht aan programmeren genoemd. Taal als Basic, Pascal. Mm-hmm. Dat zijn talen van vroeger. C, dat zijn functionele programmeertalen, procedurele programmeertalen en objectgeoriënteerde programmeertalen, waarin je eigenlijk blokjes maakt. Een soort Lego blokjes. Dat komt uit de next tijd. Ja, Objective-C is ook meegenomen. Objective-C is ook is gebaseerd op Smalltalk. En komt inderdaad uit de tijd dat Next werd ontworpen. Sterker nog, Next, de computers, die mooie zwarte kubussen, die hadden ook hun eigen besturingssysteem. Dat werd Next Step genoemd. En de afkorting van Next Step is NS. En die term kom je ook nog steeds tegen. Precies. Heel veel slings die hebben beginnen met NS. Ja, precies. Ja. Als je een Lego blokje bekijkt in Swift of in Objective-C, een Lego blokje dat bijvoorbeeld in OS X een button neerzet, heb je NS dit, NS button, NS window. En ook in iOS apps kom je dat nog steeds tegen. Dus met het weghalen van C is eigenlijk alles nu van Apple zelf.
Ja, zo zou je het. Objective-C was van Nextia, maar door Apple gekocht, dus dan van Apple natuurlijk. Mm-hmm. Ze zeggen ook, en het wordt heel subtiel aangegeven in deze. Werd het aangegeven tijdens het WWDC. In feite is het de opvolger. Als je het rechtstreeks vraagt aan Apple, zegt nee, die twee dingen bestaan gewoon naast elkaar. Mm-hmm. Maar als je heel goed luistert, impliciet wordt al gezegd nee, Swift is gewoon de taal van de toekomst. En Objective-C, dat was mooi. Prima zo. Je kunt er goed. Programmacode die er al is, die geschreven is in Objective-C. Je kan door me heen combineren, toch? Ja hoor, kan redelijk makkelijk. En Swift kan ook nog niet alles. Ja. Toen ik het boek schreef, toen kon Swift nog veel minder dan het nu kon. En gelukkig, op weg naar de studio, hoorde ik dat inmiddels dus iOS 8.3 uit is. En dat betekent dus ook dat er een Xcode versie uit is, 6.3. En dat betekent dat ik morgen weer de hele dag zit te redigeren om de nieuwe versie van het e-book te maken. Ja, omdat de syntax, de schrijfwijze van Swift, ook op bepaalde punten weer is aangepast. Die verandert nog, zeg maar. Ja, het is echt een taal in ontwikkeling. Ja. Terwijl C dat al lang niet meer is. En gaat Apple dat dan op een gegeven moment ook weer des Apples alleen maar Swift ondersteunen of eisen van developers dat ze alleen maar Swift apps mogen inleveren? Ik heb net zo min toegang tot Apple en hun beslissingen en hun strategie als anderen dat hebben. Ik kan er alleen maar naar raden. Ik denk dat ze niet zozeer zullen eisen, vooralsnog, maar dat ze dat Swift op een bepaald moment zal gaan overheersen als het gaat om. Het overheerst nu al als het gaat om gebruikersgemak. Maar dat het eigenlijk min of meer voor zichzelf spreekt dat je het in Swift bouwt en niet meer in Objective-C. Dat is eigenlijk voor 95% van de apps. Hier kan ik opmerkingen over krijgen, overigens van app-programmeurs zeggen nee, want er zijn absoluut. Een aantal dingen kan nog niet in Swift. Ja. Maar verreweg de meeste huistuin- en keuken-apps, die schrijf je gewoon in Swift op dit ogenblik. Ja. Dus het verdwijnt een keer, Objective-C. Ja. Zie je, wat Swift, kun je als gebruiker van een app nou aan een app zien dat die gemaakt is in Swift? Of met Swift? Je kunt het niet zien, niet aan het uiterlijk, maar het is wel zo dat apps die in Swift zijn geschreven minder vaak crashen dan apps die in Objective-C zijn geschreven, omdat Swift een veilige taal is. Dus, maar daar kun je niet aan zien. Dus nee, niet deze app crasht maar 5 keer, dus die is niet in Swift geschreven. Of wel in Swift geschreven. Nee, je kunt het niet zien. De Swift is alleen maar de taal. Maar Swift werkt net als Objective-C nog steeds met al die Lego-blokjes die op een iOS-apparaat UI-kit worden genoemd. Om buttons en labels en picker views en tables en dat soort dingen op het scherm te zetten. Dat werkt gewoon nog steeds op dezelfde manier. En dan manier. Wordt uiteindelijk gecompileerd tot een binary? Dat is ook een beetje dus een van de problemen. Kijk, als je laat zien hoe dat Swift dan wat minder volwassen is. Als je een Objective-C-programma schrijft, dit is met name hele grote programma's. Ja, als je die in Xcode wil en dan vervolgens start, dan druk je op die play-knop in Xcode. Mm-hmm. Dan gaat dat. Dan doet hij eigenlijk hij bouwt alleen maar de dingetjes die nieuw zijn, die je net hebt aangepast. Ja. Maar als je in Swift iets verandert, dan jaagt hij alles wat je al geschreven had, jaagt hij opnieuw en compileert hij weer allemaal. Dus er zit nog een hoop overhead in. Dat is allemaal nog niet helemaal optimaal. Ja, want pet maakt er niet uit hoor, want die Macs zijn zo snel tegenwoordig. Het compileren duurt helemaal niet zo lang. Maar het laat wel zien, daar is nog wat werk aan de winkel. Ja. En ook syntax, de schrijfwijze is nu weer veranderd. Dus alle voorbeeldprogramma's bijvoorbeeld die bij dat boek horen, die werken niet, of een groot aantal van, werkt niet meer bij de nieuwe versie van Swift die nu uit is. Even om een vergelijking te maken. Je had vroeger, gingen we over op CSS, hè, als het ging om websites ontwikkelen. En tabellen waren toen uit. En je zag toen ook een beetje in kentering. Ja. De juppies die hadden dan, die deden alles in CSS. En de oudere garde, die hield nog even vol, moest op een gegeven moment ook wel afhaken of overstappen. Ja. Is hier ook een hele een kentering in type developers? Nou, dat je een nieuw type developer hebt? Nee, het zijn dezelfde mensen, merk ik. Tenminste, als je naar de profs kijkt. Wat opvallend is, grappig dat ik die vraag stelt, is op Stack Overflow, dat is zeg maar de vraag en antwoord, de lieve Mona site als het gaat programmeren. Daar is net een onderzoek gehouden onder developers. En daarin kwam Swift naar voren als de meest geliefde taal. Okay. Nu al. Na die paar maanden. Ja, dat is ongelooflijk. Kijk, wij gebruiken het sinds juni. De massa speelt ermee sinds oktober. Toen is het uitgekomen, geloof ik, 20 oktober of zo. En het is nu 6 maanden verder of zo. Ja. Een half jaar verder. En niet alleen doet Stack Overflow toont dit, maar als je kijkt naar de top 100 van meest geliefde of meest gebruikte en dus ook meest gevraagde programmeertalen, staat Swift nu al ergens in de top 20. Okay. En dat is een taal die net 6 maanden oud is. Jan. Even kijken hoor. Ik hoor iets in mijn oor. Oké, ik sta even vaak. Ik ga het even op een andere manier doen. Kun jij iets van Swift laten zien? Nee, heel moeilijk, want we hebben het erover gehad toen we dit programma voorbereiden. Ja, ik heb geen Mac hier en je schrijft het in Xcode. En dat doe je op je Mac. En bovendien,
Het schrikt heel gauw af. En dat is ook een van de... er zijn een paar redenen waarom mensen er niet aan beginnen, heb ik gemerkt, op de iOS Academie. Die komen altijd bij webinars, komen die redenen naar voren. De eerste is, het duurt ontzettend lang om dit te leren. Dat is gewoon niet zo is. Nou, ik ben zelf het bewijs dat het niet zo is. En dat is met mij, ik kan het wel zeggen, hè, Mart Koopman, zijn de kersen lekker? Ja, mevrouw, die zijn lekker. Nee, ook lezers, of leden zeggen dat, cursisten zeggen dat. Ik heb veel sneller geleerd dan gedacht. Tweede wat ze zeggen, is ik ben er te oud voor. Dus ik kan dit niet meer aan. Nou, we hebben mensen van 74 jaar die dit leren. Ja. En het derde is wat ze vaak zeggen, ja, je moet er Engels voor kunnen. Het is allemaal extreem complex. Dat is dus niet langer meer zo. Als je, dat is een veel belangrijker iets om eigenlijk mensen te laten zien. Dan dat je zegt, kijk, zo ziet Swift-code eruit. Want als je nog nooit eerder programmacode hebt gezien, en je ziet voor het eerst een stukje Swift-programmacode, als we dat hier als voorbeeld zouden laten zien, dan zeggen mensen van, oh. Ja, daar word ik niet vrolijk van. Ga je dat nu laten zien, Jan? Precies. Ik wil wat laten zien, maar ik moet eerst even reageren op mijn oortje net. Ik kreeg namelijk, ik heb mijn camera gestart. Reageer jij eens op je oortje, Jan? Zodat ik een fragment uit het boek kan laten zien. Zodat we eens even kunnen laten zien wat een regel Swift is. Alleen hoe het afloopt. Opmerken vanuit de regie. Wat is dat plaatje links onderin? Dat zie je zo meteen als het Airplay gestart wordt, dan kan je dat zien. Ik kan het namelijk verklaren, ik kan het uitleggen. Dat plaatje links onderin komt uit de uitzending van 2 weken geleden. Waarin wij de fappening hebben laten zien. De prijsvraag, zou ik maar zeggen. Dit is een klein stukje voorbeeld. Ja. Dit is een typisch stukje Swift. En het ziet er nogmaals... Wat gebeurt hier nou? Wat daar eigenlijk gebeurt, is dat er wordt opgeteld. Er wordt gewoon de cijfers 1 tot en met 10, en dat zie je in dit voorbeeld, zie je het op het scherm, worden vervolgens getoond met een paar regels programmacode. Dit is typisch een stukje uit het boek, wat erop gericht is niet om mensen meteen apps te laten bouwen, om te laten zien hoe zo'n taal eigenlijk werkt. Het valt mij op dat er heel veel minder haken staan. Ja. Dan ik gewend ben van Objective-C. Ja, dat viel mij ook op. Waar zijn al die haken gebleven? Geen punt, komma's meer. Ze mogen nog steeds. Haken mogen ook nog steeds. Maar ze zijn veel minder vaak nodig. Dus ja. het kan met. Het is fouttolerant, zou ik zeggen. Als je alles en allemaal als je nog hebt. En het mooie is dat het is een heel compacte taal. Kijk, een van de stellingen die vaak wordt gehanteerd door programmeurs is dat hoe meer regels programmacode je schrijft, hoe groter de kans is op fouten. Ja. Zoals je praat, hoe meer je zegt, hoe groter de kans dat je iets fout zegt. Ja, ja. Hey, alleen dat is bij Swift dus veel kleiner geworden, omdat er veel minder regels code nodig zijn om iets te maken. Dat scheelt natuurlijk ook. Hey, als iemand nou naar aanleiding van dit gesprek zoiets heeft van, nu ga ik het gewoon echt doen. Ja. Ik ga apps bouwen. Ja. Wat raad je hem dan aan te doen? 4 dingen. Dat is in plaats van 10, hè? Dus Dat zijn we van 10 terug naar 4. Deflatie. Ja. Dat is wel goed. Dat is goed, ja? Stap 1. Begin met Xcode te downloaden en daarmee te spelen. Ja? Ga niet programmeren, ga niet met Swift aan het werk voordat je een basale kennis hebt en ervaring hebt met Xcode. Dat Xcode is gratis, dat is de tool die je gebruikt, het programma dat je gebruikt om te programmeren voor iOS of voor OS 10. Je kunt het gratis downloaden op de App Store, installeer dat, speel ermee. Het is eigenlijk, Xcode is je werkplek. En ik zeg het ook altijd in webinars, als jij op een nieuwe werkplek komt, dan ga je ook eerst even kijken waar de nietjes liggen en waar de ordners zijn en waar je vakantiedagen aanvraagt. En daar begin ik altijd mee. Hoe je snipperdagen aanvraagt, dat soort werk. Dat doe je eerst zodat je thuis bent. Wat ik vaak zie is dat mensen dat overstaan, die stap. En dan later komen ze zichzelf tegen als bijvoorbeeld een foutje in een app zit die ze hebben gemaakt. Omdat ze niet precies weten hoe ze dat met Xcode snel kunnen verhelpen. Mm-hmm. Dus stap 1, leer Xcode. Ja. Dat kan online allemaal gratis. Er zijn tientallen video's beschikbaar. Ook op de iOS Academie kun je gewoon gratis video's downloaden en bekijken over Xcode. Dan pas stap 2, leer Swift. Ja. Eerst Xcode, dan Swift. Er zijn een aantal manieren om dat te leren. Je kunt het gratis leren als je Engels redelijk goed is met het boek van Apple. Ja. Uiteraard. Plugje, kun je ook dit boek aanschaffen. Even kijken, ik zal hem even kijken. Er is ook een e-book versie van, overigens, die heet Apps bouwen met Swift. Is hetzelfde boek. Iets nieuw natuurlijk, want e-books kun je makkelijk bijwerken. Dit is wat lastig om te doen. In de iBook Store? Nee, het staat niet in de iBook Store. Het staat wel op de iOS Academie als e-book in PDF. Ik heb geen EPUB versie nog. Kom dan wel een keer, maar had ik gewoon geen tijd voor. Kom ik zo nog even op terug. Ja? Als je dat gedaan hebt, stap 3, leer werken met dingen zoals Model View Controller en extensies en delegation. Het klinkt nu waarschijnlijk super cryptisch, maar het wordt al veel minder cryptisch als je weet hoe Swift werkt. Houd je dus aan bepaalde afspraken, conventies, die zijn bedacht door Apple of door anderen, maar die door Apple zijn overgenomen, en om het maken van apps eigenlijk makkelijk te maken. Het lijkt heel complex, maar het is eigenlijk net autorijden. De eerste paar keer dat je doet, denk je van, hoe werkt het allemaal? En op een gegeven moment rij je gewoon gedachteloos, parkeer gedachteloos, achteruit in. Dat is met dit ook zo. Stap 4. En stap 4 is UIKit. Als je dat allemaal snapt, ga dan eigenlijk pas echt aan het werk met je apps. UIKit is dat framework van Apple, een gratis doos met Lego,
bestaan uit knopjes, labeltjes, tabelletjes, al dat soort tekstvelden. Dingen. Maar doe dat pas. De meeste mensen die ik tegenkom, die willen meteen die gaan zitten. Die zeggen, ik wil nu een app bouwen die dit vormgeven. Ja, dat loopt. Dat hebben ze ook gedaan. Sleep het hele scherm vol met knoppen. Ja. En dan denk ik dan van, nu moet de code achter die knop. Maar dan, ja precies. En dit beantwoordt ook een beetje de vraag van Jan Laverde straks. Van, ja, wat moet je dan doen als je dat lege scherm ziet? Nou, denk vooral eenvoudig. De eerste app die je bouwt moet super simpel zijn. Hij moet gewoon een heel eenvoudig probleem oplossen. Al maak je maar een app die graden omrekent van Celsius naar Fahrenheit bijvoorbeeld. En dat op een leuke manier doet en animeert. Of Hello World op je scherm tovert. Dat is het allereerste begin natuurlijk. Of een app die Celsius omrekent naar Fahrenheit bijvoorbeeld. Precies, iets waar je wat aan hebt. Je denkt, oh, leuk, heb ik zelf gemaakt. Ja. Kijk, dit heb ik zelf gemaakt. Maar dat kun je vrij snel in elkaar zetten. Dat is niet meer dan 50 regels Swift code. En als je dan ook nog snapt wat je gedaan hebt, dan heb je nooit meer last van dat, oh, nou heb ik een leeg IS-code scherm, hoe moet ik dit nu gaan doen? Hey, okay. Dat e-book is verkrijgbaar op iOSacademy.nl. Apps bouwen met Swift. Kost normaal gesproken? Ja, kost normaal gesproken. €29,95. En daarmee verraad ik al iets. Ja, want we hebben er even over nagedacht. We hebben gepraat met z'n tweeën. En als je besluit om daadwerkelijk die stap te maken en dit te gaan doen. En je schaft dit e-book aan. Ja? Dat heet dus apps bouwen met Swift, moet ik goed zeggen. Daar komen ook alle toekomstige versies, krijg je dan erbij. Want normaal, ik doe morgen weer een update voor een nieuwe versie van Xcode. Ja. En dat blijft maar gebeuren. Normaal betaal je er €29,95 voor, maar als je bij het afrekenen een speciale code intikt, dus dat werd afrekenen op het betaalscherm, en die code is One More Thing, misschien wel eens aan elkaar geschreven, One More Thing, dan krijg je €10 korting op die prijs. Dus doe dat bij het afrekenen. Dan scheelt €10 korting. Ja, dan betaal je dus €19,95 voor dit e-book. Ja, en dat is nu al geregeld op de website? Ja, dat is gebeurd vlak toen jij koffie ging drinken. Toen hebben we dat eigenlijk. Toen is het even aangepast, dus meteen naar iOSacademy.nl. Zo regelen jullie voor dat. Voor onze OMT'ers hebben we dat gewoon even geregeld. Ja. Nou, allemaal programmeren jullie. Ik ga straks lift naar huis. Ik stamp op tafel achter een boek, dus niemand die het zag. Wij moeten door. Ja, wij moeten door, want we hebben nog twee gadgets te spreken. Een gadget minder dan anders? Ja, de eerste is een, gaan we even zo naar kijken. Als je aan 3D-printers denkt, dan zie je vaak zo'n soort van kubus voor je met een houtje touwtje werk. Je kunt mechano-achtige toestand. Met schroeven in elkaar gedraaid. Clunky. Goed, er is een nieuwe 3D-printer die op een heel andere manier werkt. En dat gaan we nu zien in een kort filmpje. Laat maar zien. This is Tico, the unibody 3D printer. Most 3D printer frames are built using separate rails. Unibody means the rails are built into the chassis, creating one solid piece. One solid piece, unibody. And with this simple shift in design, all the problems that came from separate rail systems disappeared. Now, het is qua marketing moeten ze nog een beetje blijven oefenen, een toon, beetje relaxed. Blijven oefenen. Maar het is wel leuk dat je naar alle grote vierkante 3D printers er eindelijk eentje is die op een andere manier werkt en waarin alles eigenlijk verborgen is. Ik denk dat ze begonnen zijn met ecstasy-pillen printen. Nou ja, dat zou zomaar kunnen, Jan. dit is de Tico is een Kickstarter-project, dus je kunt je inschrijven op dit project en het kost $179. Dus al 15 keer, het heeft al 15 keer het bedrag opgehaald. Ja, ze zit al ver boven het miljoen, dus het gaat sowieso gemaakt worden. Ja. Dan heb je het waarschijnlijk over 2 jaar of zo. Als we Kickstarter goed kennen. Ja. En ik zou zeggen, ga een Kickstarter en koop hem. Of je kunt ook gewoon $9 pledgen en dan zeg je gewoon, het is een tof idee, ga het maken. Ja, ik heb iets. Wat heb jij hier onder tafel? Heb je dat nou de hele uitzending op je schoot? Ja. Oké. Okay. Is dat gek? Wat is het? Het is mooi. Het is van plastic. Je kunt het vasthouden. Het is van Leitz, het merk wat normaal gesproken al ordners in je administratie, zou ik maar zeggen, maakt. En dit is, en er zit ook een knop op. En dan gaat er een klepje op. En in het klepje daar zit een cartridge van iets. Een cartridge houder die je niet in het water moet leggen, want dan is het helemaal fout. Maar dit is een labelprinter. Dus als jij adreslabels moet printen op hoge snelheid en je vindt de Dymo dingen die er zijn lelijk, dan is dit misschien wel een hip. Zeg nou precies dat gele stickertje. Zo, ik zet hem even een beetje fancy in beeld zo. Hartstikke leuk. Maar het is gewoon een simpele labelprinter. Een simpele labelprinter, maar hij ondersteunt wifi en AirPrint. Dus je kunt rechtstreeks vanaf je iPad of iPhone je labeltjes printen. De app die erbij zit werkt op de Mac en pakt ook meteen je adresboek. Dus je kunt ook gewoon vanuit je adresboek zelf zo plop en meteen direct meteen verzenden. Klopt. Labels kunnen maximaal 88 mm breed zijn en onbeperkt lang.
Dus je kunt ook gewoon een, nou, zeg maar zeggen, een nieuwe shopping window uiting printen als je zou willen. 200 labels per minuut en 180 eurotjes. Heeft dit nog een functie of is dit gewoon aan een reling hangen? Of is het oppakken? Of makkelijk aan je oppakken. Tafel hangen? Nee, het is makkelijk oppakken. En wat je nog erbij kunt kopen is een aparte accu die je hier achterop kan plakken. En op dat moment is hij ook echt mobiel. Dus dan kun je hem ook gewoon ook on the go kun je hem dan gewoon gebruiken. Je hebt hem er verkeerd in gestopt, knul. Oh. Je sloopt hem gewoon weer. Maar goed, maar zo, die dan weer daar erin. En dan kan die mooi dicht. Zo. Maar dit is dus de Leids. Wat kost het? Wat kost die? Hij kost 180 euro. En de cartridges die erin gaan, daar wordt natuurlijk het echte geld mee verdiend. 18 euro per stuk. Nou. En fully recyclable, zoals ik het zie. Oké. Voor wie daar nog een labelprinter wil hebben. Precies, voor al die ZZP'ers. Ja, dan hebben we ook nog een fanboy quiz. Ja. Jij doet de vorige vraag, doe ik de nieuwe vraag. De vorige, ja, kun jij het niet even doen, want ik was de vorige keer erbij. Dus dit wordt oplezen van mij. Oké, vooruit. De vorige vraag die had te maken met uitgelekte blootfoto's van iCloud. Oh, hebben we toch iets gemist? Ik ben even weg. Hij is even weg en meteen blootfoto's van iCloud, klopt. Twee Nederlandse kunstenaars, die hebben namelijk de blootrikken creatief aangekleed op internet gezet. En de vraag was, hoe heet dit initiatief en wie zit erachter? Nou, het goede antwoord was, de foto's die gelekt waren, dat was The Fappening. Hè? Dat was, zo werd dat genoemd. En dit project heette de Unfappening. En dat fotootje wat je net linksonder bij mij zag zitten, terwijl ik het iOS-deel, als je daardoor afgeleid was, dat was dus een van die aangeklede dames van de Unfappening. Dus die er was niks bloots te zien op mijn telefoon, maar dat was van vorige keer dat ik dat ook nog op mijn iPhone stond. Roelof Koelewijn, die wint. En vorige keer hebben we gezegd dat er geen prijs was, maar we zijn de lulligs niet. Een 25 euro iTunes cadeaukaart sturen wij op naar Roelof. En dat is ook de prijs voor de nieuwe vraag. En die ga jij stellen. Ja, ik wil alleen nog even melden dat blootrikken met 1K is. Blootrikken. Dik theewoordje. De nieuwe vraag is, we gaan even kijken naar een filmpje. Over. What are we going to do about it? Well, today we are introducing our fourth Digital Hub application, iPhoto. And it's killer. Mooie tijd was dat. Ja, want iPhoto is vandaag met de komst van 10.10.3 over en uit Sluis. Volgens mij kun je hem ook al bijna niet meer downloaden. Definitief want foto's, de nieuwe foto's app wordt de nieuwe, de vervanger van iPhoto. En ook Aperture is niet meer. Want deze foto's app vervangt ook Aperture. Ja. Nou is iPhoto, we gaan toch een beetje afscheid van iPhoto nemen. Is al een tijdje gratis. Mm-hmm. Weet je wel, Apple heeft dat gewoon gezegd. Van, dat kun je gratis downloaden, ook op je iPhone. Nou is onze vraag. Wat kostte de eerste versie van iPhoto toen het uitkwam, zoals Steve Jobs hem hier liet zien, presenteerde? Ja. Wat kostte iPhoto toen hij uitkwam? Dat kun je dus. Hoe kunnen mensen dat laten blijken? Nou, dan gaan ze morgen naar Facebook. Facebook.com/warmerthing.nl naar onze Facebookpagina en daar staat de vraag. En dan kun je onder de vraag het antwoord, wat jij denkt dat het is, kun je dat erbij zetten. Ja. Dus wat kost iPhoto toen het voor het eerst uitkwam? Tot op de cent en nauwkeurig willen wij dat precies. Weten. En je wint dus, als je wint, een iTunes cadeaukaart van 25 eurotjes. Prima. Dankjewel, Roelf, dat jij onze gast wilt zijn vanavond. Dankjewel Raymond voor de redactie en voor het Apple Nieuws. Achter de knoppen Jasper en Koen. Dank KPN voor de livestream. Dank. Dit is OMT Live. Op Twitter zijn we te zien op @onemorething. Op Facebook op onemorething.nl. En de volgende uitzending is op 22 april. Weer op woensdag 9 uur. Tot dan.